De kwartaalcijfers van Europese bedrijven beginnen dezelfde kant op te gaan als de cijfers over de economische groei. Die zijn al langer zwakker en nu zien we hetzelfde terug in bedrijfswinsten. Op de financiële markten was de stemming al omgeslagen. Zoveel zelfs dat de gemiddelde verwachtingen voor de winsten van het vierde kwartaal van vorig jaar in minder dan een maand van 3,9% naar min 1,7% gekelderd waren. Dat was zelfs wat te ver doorgeslagen, want tot nog toe zijn de gepubliceerde cijfers vaker boven de verwachtingen dan eronder. Maar dat het afwaarts gaat is wel duidelijk. Halverwege het rapportageseizoen ligt de winstgroei op jaarbasis gemiddeld op zo'n 1,2 procent. En dat is beduidend minder dan vorig jaar. En als je de energie- en nutsbedrijven eruit haalt, is er van die groei niks meer over en krimpen de winsten zelfs. Tegelijkertijd worden de winstverwachtingen voor 2019 steeds meer naar beneden bijgesteld. Een van de trends vorig jaar was de kostenstijging voor bedrijven. Die druk op de winstmarges lijkt aan te houden, want de winstcijfers lopen achter op de verkoopcijfers. Maar het beeld is wel wat genuanceerder, want er zijn misschien iets meer verschillen tussen bedrijven. Voor Shell waren bijvoorbeeld sommige kosten wat gedaald vergeleken met vorig jaar. En het Engelse bedrijf Compass, een multinational in de catering sector, lukt het om de stijgende lonen in de Amerikaanse arbeidsmarkt op andere manieren te compenseren. Ook interessant is hoe aandelenprijzen op cijfers reageren. Het vorige seizoen was die reactie helemaal niet symmetrisch. Op goede derde kwartaalcijfers reageerden aandelen bijna niet, terwijl slechte cijfers afgestraft werden. En dat duidde op dat beleggers toen nog optimistisch waren. De reactie op de laatste cijfers voor het vierde kwartaal is veel meer in evenwicht. Met andere woorden, beleggers lijken wat realistischer. Aandelen waarvan de winst boven het niveau van de verwachtingen lag, presteerden gemiddeld 1,6% beter, maar aandelen met teleurstellende resultaten 1,8% slechter. Dat de realiteit voor het vierde kwartaal nu vaker beter dan de verwachtingen blijkt, is natuurlijk goed nieuws. Maar het is best mogelijk dat de winstverwachtingen voor 2019 en 2020 nog verder dalen. Vooral als de economische cijfers teleurstellen. Dus de aandelenprijzen zijn nu wel realistisch, maar kwetsbaar als de winstcijfers verder dalen.